Welkom bij Sranantori, het programma dat je in een oogwenk op de hoogte brengt van de belangrijkste feiten en laatste informatie gepresenteerd in een tijdloos strakke stijl. Blijf bij ons voor een snelle, maar grondige update van de actualiteit. Volg ons via kanaal 12.3 en de Facebookpage van ATV. Voor de laatste korte updates, check de TikTok-pagina van ATV. Snel, scherp, altijd bij de tijd, Sranantori. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranantori, een programma waar we actualiteiten bespreken. Ik sta vandaag hier bij Grunjari, waar ik gesprek zal voeren met de heer Ivan Nudelplein. Om gelijk met de deur in huis te vallen, waarom is de NPS bij de regering gestapt? Het is namelijk zo dat bij de formatie van de regering er afspraken zijn gemaakt in 2020, zeker met betrekking tot het regeerakkoord, hoe er dus dan beleid gemaakt zou worden. En als je along the way toch wel ziet dat afspraken niet worden nagekomen, we beginnen bij EU, dat van oil en gas, en toch heeft de NPS gezegd, weet je, laten we toch nog even kijken wat er gaat gebeuren, want we stonden niet te springen om het ministerie van oil en gas, maar natuurlijk vanwege die deskundigheid van de NPS, hebben we gezegd, weet je, laten we de voorbereidingen beginnen te treffen. Goed, dat is daar misgegaan, maar we hebben toen nog gezegd van, weet je, als betrouwbare partner, ga je dan niet direct zeggen van, luister, nog vanwege het feit dat het ministerie niet is gekomen, dat zeg je van, luister, ik stap eruit, ik doe niet meer mee en dergelijke. Maar wanneer je dus dan verder die samenwerking gaat evalueren, dan zie je, dan kom je tot een punt van, is dit wat je wilt? Is dit wat die samenleving wil? Wanneer je ziet dat er toch wel wat friends and family affaires plaatsvinden, wanneer er wat correctieve zaken plaatsvinden, dat is niet waar de NPS voor staat. En dat heeft, dus dat is de reden, een van de redenen geweest, waarom de NPS heeft gezegd, weet je, voor ons is het niet meer uit te houden. En nogmaals, we zijn niet gelijk een dag of een jaar na dat we dus dan hebben geholpen om die regering te formeren, eruit gestapt, omdat we zeggen van, nogmaals, als betrouwbare partner, geven de mensen toch wel het voordeel van de twijfel. Je geeft ze de ruimte om nog te kijken als het gecorrigeerd kan worden. Wanneer bleek dat wij vanuit het parlement wat kritische nootjes plaatsen en we zeggen dat het niet de goede kant op gaat met die regering en men heeft geen luisterend oor, is dat ook een reden om te zeggen van luister nog, voor ons moeten we het daar houden, gezien houden, want dan heeft het geen zin om verder te gaan. Dus dat zijn allemaal redenen, er zijn nog tal van andere redenen wat die gemaakt hebben dat we hebben gezegd nee, tot hier voor ons niet verder. Ja. En we hebben vernomen dat het OKB, de NPS, heeft aangeschreven en deze niet meer zal meedoen aan de verkiezing. Klopt dat? Dus inderdaad is er een schrijver binnengekomen. Ik draag nog niet echt kennis van de inhoud van dat schrijver. Maar wat wel belangrijk is, is dat de geluiden naar buiten gekomen zijn. En zeker onze voorzitter, de voorzitter van de Nationale Partij Suriname, die heeft dan in voldoende mate daarover gesproken. We hebben ook gehoord een vertegenwoordiger van of iemand die voorgedragen is vanuit de NPS in het OKB. Duidelijk is dat het toch wel ons allen bevriend wanneer je hoort dat de NPS, die al bijna meer dan 77 jaar bestaat en nooit eerder geconfronteerd is geworden met dergelijke zaken, dat er in ons statuut of het huishoudelijk reglement opgenomen moet worden, dat je je verkiezingsprogramma moet presenteren. We hebben dat altijd gedaan als NPS. Het hoefde niet eens te staan in onze statuten. En met betrekking tot het beginselprogramma, dat ook dat moet opgenomen moet worden in je statuten. Dat hebben we nooit eerder gedaan. En dan vraag je even af, hoe komt het dat men dat nu vraagt? Ja, terwijl de NPS opgericht is als politieke organisatie in 1946. En wanneer je dat hebt, dan begrijpt u dat al de jaren daarna de NPS gewoon heeft geregistreerd. En dat je dan nu dan te horen kreeg. En ook al zou men zeggen van, vanwege het decreet van 1987, registratie van politieke partijen, dat dat ook niet zou kunnen. Want dan heb je dan vanaf 1987 tot heden, heb je in elk geval meegedaan aan de verkiezingen. Eigenlijk zegt de huidige OKB met zijn gedrag dat dat al de voorgaande OKB's, ja, eigenlijk een bevel van ongeschiktheid moeten krijgen. En dat kan niet.
Ja, ik bedoel, het kan gewoon niet dat je dat zegt, nu zegt. Hm? Dus wij maken ons ernstig zorgen met betrekking tot wat er naar buiten gekomen is dat de NPS niet kan registreren. Dan wel, het moet een herregistratie zijn, want we hebben al de voorgaande verkiezingen geregistreerd. Dat de NPS daar niet mee kan doen aan de verkiezingen. Gelukkig is er nog ruimte, dus ik moet wel direct die aantekening maken dat er geen reden is tot paniek. Want er is nog ruimte om zaken in place te krijgen. In elk geval is het dan, dacht ik, de ruimte tot de dag van de kandidaatstelling. Dus er is nog genoeg ruimte om die zaken in orde te maken. Maar dat men dit zo doet, vraag ik me even af van waarmee is men bezig? Ik denk dat ergens ik het moet plaatsen in het licht van de NPS is in opmars. En men gaat zoveel mogelijk, de biggest van Botaki, de man Osuku, alleen in Okro Bravo. Alleen maar om de NPS te steunen. De NPS is niet te steunen. Op dit moment is de NPS het alternatief. Wat je ook ter derde gaat brengen om de NPS te steunen, de NPS heeft daar antwoord op. Dus nogmaals, gelooft u mee, ik maak me ernstig zorgen omtrent deze bewegingen, deze opmerkingen, en we zullen het niet zo laten. Ja? Vanuit de partij, we gaan ons beraden, en we komen inderdaad terug met een antwoord. Maar de samenleving heeft helemaal geen zorgen te maken, want het komt goed. En gaan jullie de president vragen om te informeren? Dus dat is niet aan de orde gekomen. We gaan ons beraden en we gaan kijken hoe we omgaan met deze situatie. Ja, dus ik kan daarover geen antwoord geven. De president had tijdens zijn laatste massameeting een uitspraak gedaan omtrent het vroegtijdig stappen uit de regering van mensen omdat ze hun zin niet kregen. Wat is uw mening daaromtrent? Podiumtaal. Ja, is mooi om podiumtaal te bezigen. En soms is het lastig wanneer je op een politieke podium staat en je dan inderdaad aangeeft van hoe zaken allemaal gaan toegingen en doe maar op. Daar kun je je show maken. Maar gelooft u mee, hij mag zeggen wat hij wil. Dat is de voorzitter van de VHP die dat gezegd heeft, want de president kan niet op een politieke podium staan en die opmerkingen maken. Ja, maar goed, de NPS en de samenleving, die weten beter wat de reden zijn, wat de beweegredenen zijn. En de NPS heeft gezegd, wij gaan uit die regering. En ik heb aan het begin van dit interview al een paar punten opgenoemd. En er zijn nog meerdere punten. Ja, en we kunnen vandaag tot morgen praten over al die punten. Maar gelooft u mij, de samenleving die weet beter, die heeft het ook gezien. Die heeft ook gemerkt hoe de NPS in een hoek gedrukt werd. En de NPS wenst niet in een hoek gedrukt te worden. De NPS is een politieke partij waarvoor je respect moet hebben. Ja? Wij gaan niet onderdoen voor andere politieke partijen. Ja? Dus vandaar dat ik zeg, dat antwoord dat ik u nu moet geven, eigenlijk heb ik het al aan het begin aangegeven, de punten waarom de NPS uit de regering is gestapt. Dus wat de president zegt, of wat de voorzitter van de VHP zegt, is voor zijn rekening, maar de samenleving wil niet. En is er inderdaad onrust binnen de NPS omdat nieuwe leden, waaronder ook de heer Atompai en de heer Helling, zijn toegetreden omdat ze vinden dat zij de partij aan het infiltreren zijn? Dus kijk, wanneer de NPS in opmars is, ga je allerlei geluiden horen van dat er oneenigheid is, dat mensen niet met elkaar overweg kunnen, dat die vertrokken is en al dat soort van geluiden. We zijn dat gewend. Ik bedoel, het is jammer dat de politiek voering zo aan toe gaat. Maar nogmaals, de opmars van de NPS is gewoonweg niet te steunen. Ja? En we laten ons niet afleiden door niemand. Wanneer die geluiden komen, luisteren we naar die geluiden en we geven daarop waar nodig een gepast antwoord. En in dit geval moet ik zeggen dat de vraag van u, ik als volgt wens te beantwoorden. Ik moet het sturen naar het Rijk der Fabeltjes, omdat de nieuwe aanwinst in de vorm van de heer Atompai, de heer Hellings en anderen die de partij komen joinen, er geen enkel spanningsveld is ontstaan. Of die is er ook bij. Er is helemaal geen spanningsveld ontstaan. We werken, we proberen elkaar te ondersteunen. En u ziet de opmars die er nu is, en daar gaan we voor. Dus wat dat stukje betreft, mensen mogen hun verhaal eens vertellen. Ja, maar wij blijven op weg. En ik zou zeggen,
voor dit appijn niet passie. Ja, want toen was last. We hebben ook vernomen dat mevrouw Eknel momenteel boos is en de NPS wil verlaten. Klopt dit? Dus dat is ook weer een van die verhaaltjes, die roddeltjes die er die in principe gemanifesteerd wordt binnen die samenleving. Laat me dit aangeven dat mevrouw Eknel vanwege omstandigheden even niet actief is. Maar geloof je mij, ze is er straks weer bij. Mevrouw Eknel is helemaal niet weg van de NPS. Ja, ze is en blijft de NPS. Ja, bent u mee eens met het sentiment dat de stem voor de NPS een stem is voor de VAP? Denkt u dat de twee partijen weer samen zullen werken? Is ook weer een derde raddel nu. Gelooft u mee? Wat wij vragen aan die samenleving is om niet af te gaan op fake news. Op nieuws welke negatief kan beïnvloeden. Want gelooft u mee? Als u daarin gaat geloven, gaat u er alleen voor staan. Wanneer u hoort dat men zegt, één stem voor de NPS is dus ook een stem voor de VAP, dan zegt men, of dan bedoelt men daarmee te zeggen, van luister nou, de NPS gaat na de verkiezingen met de VAP weer samenwerken. Laat één ding duidelijk zijn, en de macht ligt bij die samenleving. Laat één ding duidelijk zijn dat die samenleving de NPS genoeg zetels moet geven. Zodat de NPS als het enigszins kan, zelf alleen kan regeren. Als het niet kan, zullen we dan politieke partijen moeten benaderen, maar daar zullen de structuren een uitspraak over doen. Dus voor dit moment is het zeer prematuur om te zeggen dat de NPS gaat samenwerken met de VHP of met de NDP of welke politieke partij dan ook. Wat de NPS wil hebben is werken aan de ontwikkeling van Suriname. Maar dat kan je alleen maar doen wanneer je genoeg zetels hebt. En als je niet genoeg zetels hebt om alleen te regeren, dan ga je moeten kijken naar politieke partijen die inderdaad ook gelijkgerichte denkende opties bieden. Ja? Waarbij je zegt, oké, dit zijn de partijen waarmee we kunnen samenwerken om Suriname in elk geval verder tot ontwikkeling te brengen. Tot slot, heeft u misschien een boodschap die u wilt meegeven aan de kijkers? Ja, het is belangrijk om goed te luisteren de komende tijd. We gaan een zeer moeilijke periode tegemoet. Sommige mensen zeggen een zeer spannende periode. Anderen zeggen een zeer gezellige periode. Dat is dus de periode op weg naar de verkiezingen. We leven minder dan een jaar nu voor de algemene verkiezingen, de landelijke verkiezingen. En dan is het heel goed oppassen met mensen die thuis bij je gaan komen en je fake news gaan vertellen om je te beïnvloeden. Het is ook belangrijk om te weten dat mensen gaan komen om je zoveel dingen te willen geven. Gelooft u mee, het gaat om belastinggelden. Trap er niet in. Ja, want wanneer u inderdaad de zaken neemt, aanneemt, dan betekent het dat uiteindelijk ook dat stukje daarna betaald zal moeten worden. Er zijn mensen die gebruik zullen maken, dat wel misbruik zullen maken van staatsmiddelen, om u een beetje te laten merken van luister nou, het gaat de goede kant op. Ja, u gaat er weer voor betalen. Dus houdt u dat vast. Ja, er is een bekend spreekwoord dat luidt, al komen de Grieken met geschenken. Voorzichtig daarmee. Ja, dus wat belangrijk is, dat de samenleving goed moet kijken wat er gebeurt en het analytisch vermogen moet gaan ontwikkelen of hebben om een onderscheid te maken van wat goed is en wat niet goed is. Ja, dat is heel belangrijk, want de komende tijd zullen mensen de samenleving op allerlei manieren, zelfs men stroomt er niet voor om in de privé sfeer te gaan van kandidaten, van mensen, om ze kapot te maken. En wanneer u dat gelooft, zonder te gaan onderzoeken of het op juist of waarheid berust, of het juist is, dan gaat u zien dat u dan waarschijnlijk die mensen juist aan een kant zet. En juist andere mensen weer in het gareel zet, die het land niet kunnen opbouwen, maar die alleen gaan voor eigen belang. En als u een keus maakt op 25 mei 2025, onthoud u één ding goed. Wanneer u een keus maakt, maakt u die keus voor 5 jaren. Als het fout is, moet u gewoon uw leeftijd plus 5 optellen. En dan gaat u zien dat u 5 jaren weer achteruit bent gegaan. En dat is zeer belangrijk dat die samenleving moet begrijpen. We gaan een periode tegemoet waar oil en gas van groot belang zal zijn.
En daar moeten we goed op letten dat we goede leiders kiezen. Leiders die weten wat die samenleving nodig heeft. Leiders die weten dat Suriname in een proces is van ontwikkeling en dat Suriname verder opgestuurd moet worden, zodat we er allemaal van kunnen genieten. Maar niet leiders die zeggen van luister, ik ga voor mezelf. Want anders gaan we weer 5 jaren te laten. En ik denk niet dat die samenleving dat wil. En ik denk niet dat die samenleving daar recht op heeft. Maar de keus ligt bij de kiezer zelf. Dat is mijn boodschap van vandaag. Boodschap was duidelijk. Ik wil u hierbij van harte bedanken en u veel succes te wensen. Dank u wel en hetzelfde. Nou, dat waren de laatste ontwikkelingen omtrent de NPS. Vergeet ons niet te volgen op Facebook, YouTube en TikTok. En dan zien we de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sran & Tori. Sran & Tori. Snel, scherp, altijd bij de tijd.